Hallo, daar ben ik weer. Ik heb vandaag iets heel leuks, iets nieuws gekregen, of nee, gekregen. Ik heb het gekocht. En dat is de Distress Microglaze. En ik heb het nog helemaal niet uitgeprobeerd, dus dit is een helemaal nieuw filmpje. En ik heb een paar blaadjes voorbereid, wat aquarelpapier gesneden. Dit heb ik met gesso bewerkt en deze niet. Tags ook. Deze heb ik met witte gesso gedaan. En deze niet. En ik wil eigenlijk gewoon even iets gaan uitproberen. Ik zal eerst van allebei de ruwe kant pakken. Ja, dit is met gesso. En hier op de ruwe kant. Ja. Dus we gaan beginnen met deze. En wat de Distress Glaze doet, is het legt een waterafstotend laagje op je werk. Dus waar je nog normaal gesproken op kunt sprayen met water en dat het gaat reageren. Alles wat hieronder zit, zou niet moeten reageren. Dus dat gaan we natuurlijk even uitproberen. Even achterop schrijven wat ik heb gedaan. Dit is gesso. En dit is zonder gesso. Voilà. Het schijnt al 3 jaar op de markt te zijn, maar ik zag er een filmpje mee en ik denk van nou, daar moet ik echt iets mee gaan doen. Dus dit is gewoon een voorbeeld. Het is niet verder iets wat ik nog ga gebruiken, denk ik. Ik ga gewoon kleurtjes uitzoeken die ik leuk vind. Paars, uiteraard. Uiteraard paars. Ja. Dus ik ga eerst een beetje een achtergrondje maken. Normaal doe ik dit allemaal heel netjes en het moet allemaal heel goed overlopen en het mag allemaal moet helemaal perfect. Dat hoeft van mij vandaag dus even niet. En waarom ook niet? Omdat me dit heel veel kracht kost. Mensen die me kennen, die weten dat ik niet zo heel veel kracht heb. En dat ik ook graag nog wat wil bewaren voor mijn leven. Dus als je ooit iets van me krijgt met een distress achtergrondje, dan weet je dat me dat heel veel energie heeft gekost. En dat het dan ook meestal voor speciale mensen is. Ik heb ook altijd mijn vingers helemaal onder zitten met van alles en nog wat. Dat is normaal. Tenminste, voor mij is dat normaal. Ik heb ook onder ieder dingetje distress inkt een eigen schuimkussentje met een klittenbandje. Zodat ik niet iedere keer allerlei kleuren in één dingetje heb zitten. Dat vind ik jammer en ik wil graag mijn stempeltjes en mijn dingetjes helemaal schoon houden. Dit zou ik normaal helemaal uit gaan werken. Dat doe ik nou niet. En ik pak even een papiertje onder mijn vingers. Want waar je je vingers houdt, gaat het dus weg. Dus ik weet niet hoe dit spul gaat werken. Of het gaat werken. Ik hoop natuurlijk van wel, anders zit ik hier een filmpje te maken voor niks. Het zien. Ik heb er verschillende materialen klaargelegd om ermee te gaan gebruiken. Om uit te proberen. En dat vind ik nou het leuke van werken met mixed media. Je mag lekker alles uitproberen en het hoeft allemaal niet perfect. En meestal de dingen waar je van denkt van nou, dat wordt helemaal niks, die zijn het leukste. Waar je het minste tijd in hebt gestoken. Dat je denkt van ik ga dit even groef, groef, groef doen. Krijg je de meest mooie effecten van. Dus maak je niet zo druk. Pak gewoon een leeg blaadje en begin ergens mee. En is het niks. Dan maak je er kleine dingetjes van. Maak je er kaartjes van. Postzegeltjes voor ergens nog op. Of wat je wil. Dan vind ik het niet zo erg dat dit niet doorloopt. Maar dat daar niet paars is, dat kan ik toch echt niet aanzien.
Natuurlijk. Beter. Goed dicht. Het is trouwens een fabeltje dat je deze ondersteboven moet bewaren. Ik heb dat ook altijd gedacht, maar ik heb een filmpje van Tim Holtz gezien. Waar hij zelf zegt van, dat hoeft niet, dus dat doen we niet meer. Deze laat ik even de kant. Even naar mijn vingers, niet al te. Er zit nog gesso op. Maar eens in. Even kijken. Dan maak ik eerst een afdrukje met een stencil. Zoek even een leuke. Even kijken deze. Nee, pakken we die andere, pakken we een andere. Kunnen we vast nog wel een keertje iets mee doen. Zo. Kunnen ze alle stenceltjes gebruiken die je maar wil. Eens kijken. Ik neem de kleur. Wat past hier nou echt helemaal totaal niet bij? Oh, wacht. Ik doe hier gewoon de. De distress glaze overheen. En als ik dan ga spritsen, dan zou die daar niet moeten pakken. Het ruikt nergens naar. Het is gewoon geurloos. Het is een hele dikke. Ja. Het lijkt een beetje op vaseline. Heel klein beetje gebruiken. Echt maar een beetje. Dan heb ik gezien. Oh wacht, de inkt moest droog zijn. Ja, ja. Duurt even, maar dan heb ik wat. Even geluid. Want omdat dit vochtig is en dit distress inkt, als ik het zo opdoe, dan gaat het natuurlijk al reageren. Dus ik neem aan dat het daarvoor droog moet zijn. Dit is met de gesso. Je ziet ook dat die kleuren veel helderder zijn dan deze. Dit is meer donker en dit is meer wat krijt. Komt natuurlijk omdat het de kleur van de gesso een beetje aanneemt. Nou, dat zal droog genoeg zijn, denk ik. Deze. Voelt ook heel vet. Het is een beetje, lijkt wel labellen of iets dergelijks. Ja, normale mensen plakken hun stencils vast. Ik niet. En als het ook een beetje naast gaat of niet helemaal even gelijk is, of, dan maakt het me niet zo heel veel uit. Ik werk graag een beetje chaos. Waarom? Omdat ik heel veel werk in de art journal. En ik vind dat het hoe netter dat je werkt, hoe meer dat je je aan allerlei regeltjes en weet ik wat moet houden, dan hoe niet leuker het is. Nadeel van dit spul is dat je ook echt niet ziet waar je geweest bent, zoals met inkt. Dus ik gok het een beetje. En dat is dan ook meteen het leuke van de filmpjes. Vind ik zelf. Het mag fout gaan en het hoeft niet allemaal te gaan zoals het hoort. En vaak als je dingen doet niet zoals het hoort, dan krijg je de meest leuke effecten. Ik denk dat ik ze allemaal wel eens een beetje gehad heb. Nee. Je ziet het wel, maar je moet heel goed kijken.
je voelt het wel. Nou, nemen. Als je goed kijkt, dan zie je wel waar het zit. Kei grappig. Deze leg ik even aan de kant. Ik denk dat ik hem eerst even afdoe met een doekje. Dus een upgrade van mijn sok. Mensen die mijn filmpjes vaker zien, die weten dat ik normaal met een sok alles afweeg. Dit is een hele fijne doek, is ook van de Action. The big one. En het is, je hebt binnen no time je blad schoon en het droogt echt helemaal goed. Dus ik ben er ontzettend blij mee. Deze. Dan ga ik even anders doen. Neem een schone. Aldoende licht ben. Oh. Waar zit ik daar? Ja. Stukken sneller. En dan maar hopen dat het er ook op zit. Ja, en anders merk ik het vanzelf. Volgens mij aan de ene kant wat beter dan aan de andere. Maar ook dat mag de pret niet drukken. Echt helemaal nergens naar. Is mijn blad droog. En dan ga ik denk ik bij de ene spritsen met water en met de andere met inkt. Kijken wat die doet. Hier even een dopje op. Het zou niet voor de eerste keer zijn dat ik ergens overal water in spriets waar het niet in hoort. Ik weet ook niet of ik het eerst moet drogen of niet. Ik ga het gewoon uitproberen. Je ziet waar de hartjes zitten, blijft het er ook op liggen. Het parelt als het ware erop. Kun je het goed zien zo? Leuk! Kijk waar de hartjes zitten. Zit nog precies de inkt die ik erop heb gedaan. En hier tussenin is door het water een gedeelte van de inkt uitgelopen. Even aan de kant droog maken. Eens kijken. Misschien met waterverf. Ook leuk. Daar heb ik hem gelaten. Hier. Dit zijn mijn brushootjes met water. Hier is een beetje water erop.
geen idee wat ik met deze kwast gedaan heb, maar het is ergens niet goed. Met rood doekje. Was niet waarvoor het bedoeld is. Maar wel een leuk effect. Deze doen we drogen. Omdat ik hier met een doekje overheen ben gegaan, terwijl dat die glazer nog wat dicht oplak door de randjes van mijn stencil, zie je er een paar vegen overheen lopen. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Deze laten we even drogen aan de zijkant. En dan pak ik een stencil. En eens kijken of ik er een verschoven. Design op kan maken. Water even aan de kant, want meekennen gaat het wel over de grond zo. Even kijken. Kleurtje. Groen, die hadden we nog niet. Heftig groen. Verschrikkelijk donkere groen. Dus vast een regel voor, eerst licht en dan donker. Eerst licht en dan donker of andersom. Maar dat maakt me niet uit. Nogmaals, andere mensen zullen dit vastplakken. Als je dat wil, moet je dat vooral doen. Stencil aan de kant, verfjes op, vingerschoon. Voor zover mogelijk. Stencil ook even schoon.
stencil goed droog. En anders gaat het natuurlijk meteen reageren op mijn distress inkt. Dat ik maar gewoon weer deze gebruik. En dan in plaats van dat ik hem weer precies over de dingetjes leg, verschuif ik hem een stukje. Zo gaat het erop. Zo ga ik hem leggen. Ja. Had ik natuurlijk het beste even de inkt eerst kunnen drogen. Maar dan ben ik zo enthousiast bezig dat ik het vergeet. Dus ik zou, als ik jullie was, eens gaan uitproberen. Tussendoor even de inkt goed drogen. Ik heb nog wel een verschoven dingetje doordat de inkt reageert hierop omdat het nog nat was. Maar dat is niet erg. Drogen we nu weer. Neem een leuk kleurtje. Is dit Bubblegum Pink? Oh, dit is een nieuwe. Deze heb ik nog niet eerder gebruikt, dus ik weet ook niet zo goed welke kleur dat het is. Ja, roze. Dit zijn de Shimmer Sprays van Dilution. Ze zeggen ook dat je deze zo moet schudden en niet zo. En dat komt niet omdat dan verf in het spuitmondje komt te zitten, maar omdat je dopje dan vol met verf komt te zitten. Dus vind je dat geen ramp, dan schud je ze gewoon zoals ik dat graag doe, gewoon zo. De shimmer sprays moet je trouwens in tegenstelling tot de andere dilution spray plat bewaren. Staat er ook duidelijk, of ja duidelijk, staat erop. For best results, store bottle on its side. Dus... voor de mensen die hebben, op de zijkant. Omdat dit een nieuwe is, doe ik even een proefspray. Oeh, kleurtje. Aan de kant. Oh, wauw. Gloednieuw. Twee keer sprayen en het goede reclame voor Dilusions. Nou, straks even een mailtje sturen. Maar goed dat ik het op band heb en dan kan ik het laten zien. Wauw. Dit is wel een kleurtje van heb ik jou daar. Dit is ook normaal dus ook nooit zo wegvegen. Dus
zou dat op een andere tag doen of zo. Of iets doodzonde, die kleuren, om het zo weg te doen. Deze laat ik dan ook even liggen. Kijk die kleur. Kijk die kleur. Wauw. Droogdoekje, wat ik hier ergens. Hier. Je ziet nou waar ik de inkt heb gehad zitten, de stress inkt. Daar is die gekleurd. Dan zie je heel mooi dat wit randje waar de. Hoe heet het spul nou? Waar de glaze heeft gezien. Dat is ook zo'n geweldig, dat shimmer van die glimblim. Ik vind het fantastisch. Deze doen we even weg. Die kleur, die krijg echt, dit blijft 3 dagen op je vinger zitten. Of je moet 3 kwartier in bad gaan liggen, dat wil ook nog wel eens helpen. Ik pak even ergens een kaartje. Of ik neem gewoon dit kaartje. Ja. En die laat ik drogen. Jo. Nog een beetje. Helemaal blij. Look. Nou weet ik eigenlijk niet of die glaze hier op blijft zitten, ook als ik er overheen heb gewreven. Of dat nou wel inkt erop pakt. Ik kan een droge doekje pakken, oh ja. Volgens mij blijft het voor het grootste gedeelte gewoon erop zitten. Even een tuintje schoonmaken. Ja, dit kan toch echt niet? Sturen straks. Ik zal maar niet zeggen waar ik ze gekocht heb. Het is aquarelpapier zonder achtergrond. En daar wil ik gaan kijken of dat stempel ook, of zonder gesso, of het stempelen gaat als ik dingen heb gebruikt. Dus ik ga eerst een achtergrondje maken. Met distress inkt. Nee, dat doe ik niet. Ik ga eerst glaze op de achtergrond doen. Is dat deze? Ja, waarom is die groen? Omdat die de inkt nog niet droog was de vorige keer. Ellen. Oh ja. Even schonen. Doe ik het even aan deze kant, want hier zit volgens mij nog roze op mijn blad.
dat dat voldoende is. Ik had misschien beter de gladde kant kunnen pakken. Of dat gaan we gewoon even uitproberen. Dan doen we deze die kant. Dan pak je hier een kaartje. Met de gladde kant. En dat is dan ook meteen gesso. Zuigt echt enorm. Het ligt er natuurlijk aan ook wat voor soort papieren dat je gebruikt. Want dit papier is erg poreus en neemt dus ook erg veel van die klees op. Yes. Die doe ik hierin. Dat kan ik natuurlijk straks nog een keer gebruiken voor iets anders. Deze leg ik even aan de kant. Dan gaan we hier een kleurtje overheen doen. Ik ga met waterverf doen. Kun je wel duidelijk zien waar de glaze zit en waar niet. Een beetje water, een beetje rood tint ertussen. Dit is trouwens Brusho, de kleur die ik gebruik. Brusho met water. Stukje zijkant weg. Hier al, ja. Mijn kwastje schoonmaken. Paars. We gooien gewoon alles door elkaar. Geel. Normaal laat ik dit drogen en dan krijg je een veel mooier resultaat. Maar daar heb ik nu even de tijd niet voor. Dus we doen het maar even zo. En dan zie ik ook dat waar gesso op zit, dat daar de glaze veel meer intrekt als in het gewone papier. En dat vind ik eigenlijk, dat had ik eigenlijk andersom verwacht. Even drogen.
Ik wil eigenlijk gaan kijken, als ik hier naar overheen ga stempelen, of die stempel dan ook pakt op waar ik de glaze heb gedaan. Wat je zo eigenlijk verwachtte van niet. Voor inkt zal niet veel uitmaken, denk ik. Normaal doe ik dit met mijn stamping buddy, maar ik heb er geen zin voor om dat op voor de dag te halen. Nou, bij de ene wel en bij de andere niet. Deze gaat, blijft hij gewoon, kan ik gewoon over de glaze heen stempelen. En bij deze niet. Bij deze pakt hij op de stempel bijna niet. Vreemd. Het is een leuk spul. Ik vind het ook best een leuk achtergrondje zo. Hier is iets anders. Dit kun je natuurlijk ook met Versamark en clear embossing poeder. Of, maar dan komt het er dik op te liggen en dat heb je nu niet. En dan ben ik eigenlijk benieuwd of dat ik, je hebt, hoe leg ik dat nou uit? Ik heb vaker, dan heb ik iets moois gemaakt, heb ik iets leuks gemaakt en dan wil ik er met, hoe heet het, texture paste overheen. Ik vind deze trouwens heel erg fijn. Maar die neemt de kleur van de ondergrond aan. Of ik, als ik hier glaze overheen doe en ik gebruik dan de texture paste, of dat je dan ook de kleur van de ondergrond aanneemt. Of dat dat dan een barrière vormt. Dat ga ik proberen. We nemen deze. Dat is toch al, dat is een heftige kleur en dan kun je ook gelijk zien of het klopt, ja of nee. Dus ik ga hier gewoon een laagje glaze overheen doen. Gewoon over de hele kaart. Het haalt trouwens wel heel mooi de kleur op. Zie je dat? Ook een idee. Misschien als je iets gestemd.